Meneer Dijkgraaf, vertelt u eens, wat voor auto rijdt u? Ik heb er twee. Ik heb een hele duurzame Fiat Punto, die 1 op 23 rijdt. En een iets minder duurzame Chrysler 300C. Zo, dat is nogal een auto, die 300C. Van waar die keuze? Ja, het zijn allebei mooie auto's. Eén omdat die gewoon prachtig duurzaam is en de ander omdat die prachtig rijdt. Het is ook de gezinsauto, die laatste, die is de grootste. Ik rijd eigenlijk zelf het meeste met de Fiat Punto, ook vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Maar als je daar vaak in rijdt, is het een genot om die Chrysler 307 even te pakken. Vindt u de Chrysler geen maffiawagen? Ik kan me de vergelijking voorstellen. Als ik erin zit, is het in ieder geval geen maffiawagen, laat ik het zo maar zeggen. Oké, dus SGP'er en een 300C. Ja, nee, het is een mooi ding. Een motor van Mercedes zit erin, 500 Nm, 6 cilinder, 3 liter. Dat trekt aardig. Oké, nou dank u wel.